Mein Name ist Johan Hüring. Ich bin Hochlehrer Mathematisches Betriebskunde an der Universität Twente. Mein Fachgebiet richtet sich auf die Zupassung von wiskundigen Modellen und Techniken, um Prozessen zu verbeteren und te optimaliseren. Ik zelf hou me hierbij bezig om energiesystemen duurzamer te maken en te verbeteren. De energiewereld verandert op dit moment erg snel. We gaan over van een systeem dat op fossiele brandstoffen gebaseerd is, naar een systeem waar de energie uit duurzame bronnen komt. Waar het conventionele energiesysteem uitgaat van een klein aantal grote energiecentrales, zullen we in de toekomst veel kleinzalige en decentrale energie produceren. Dus de productie van energie komt veel dichter bij de consumptie. Voorbeelden van deze productie zijn zonnepanelen en windmolens. Echter hebben deze bronnen een groot nadeel. De productie van energie is erg fluctuerend en kan niet gestuurd worden. We zijn dus afhankelijk van de zon en de wind. Een mogelijke aanpak om het gebrek aan flexibiliteit aan de productiekant te compenseren is om de flexibiliteit bij de consumptie te gebruiken. Bijvoorbeeld kunnen nieuwe warmtepompen hun energieverbruik binnen bepaalde grenzen sturen. Ook voor een nieuwe generatie huishoudapparaten, zoals wasmachines en koelkasten, kan het energieverbruik gestuurd worden. Het principe wordt dus: de consumptie van energie volgt de productie van energie. Om dit te realiseren moet er een nieuw intelligent energiesysteem komen, het zogenaamde smart grid. Een smart grid bevat naast het energienet ook een communicatienet waarmee de elementen in het systeem kunnen communiceren. Echter is deze communicatie niet het doel, maar een basisvereiste om een besturingssysteem voor het energienet van de toekomst te ontwikkelen. En hier komt dan onze expertise in beeld. Op de Universiteit Twente hebben we vanuit mijn leerstoel en de leerstoel Computerarchitectuur en Embedded Systemen een nieuw besturingssysteem voor toekomstige smart grids ontwikkeld. De basis van dit besturingsconcept zijn wiskundige methodes die de onbalans tussen vraag en aanbod op een zo decentraal mogelijk niveau oplossen. Het hart van dit concept zijn intelligente apparaten die in ieder huis staan en via een gelaagd systeem met elkaar communiceren en vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Samen met het Duitse energiebedrijf RWE hebben we ons besturingsconcept in een home energy controle geïmplementeerd. Dit systeem wordt sinds eind 2013 in een kleuterschool in Duitsland getest. In de toekomst zullen we ons systeem in andere proeftuinen verder ontwikkelen en verbeteren. Het uiteindelijke doel is om hiermee een overgang mogelijk te maken naar een bijna geheel op duurzame bronnen gebaseerd energiesysteem.